Het leidt in ieder geval wel eens tot wat heftige discussies tussen mij en mevrouw. Je voelt bij heel veel ouderen, inclusief mijn eigen oma, dat ze zich zorgen maken om iets. In dit geval om hun pensioen. Oh, van hoe kun je dat nou zeggen? En dat doe je als onderzoeker. Dan ja, probeer je objectief ergens naar te kijken. Iets meer op afstand en iets meer in grote lijnen. Ja. Wat wij doen, daar is vrijwel iedereen in geïnteresseerd. Het komt vaak in de krant. En iedereen heeft het er ook vaak over. Ik ben Roel Meelkopf. Ik ben wetenschappelijk medewerker op het Centraal Planbureau. Nou, waar ik me het afgelopen jaar vooral mee bezig heb gehouden bij het CBS pensioenakkoord. We hebben de generatie-effecten van het pensioenakkoord berekend. Dus de ouderen vonden dat ze tekort gedaan werden. En ook de jongere generaties vonden dat ze tekort gedaan werden. Nou, dan weet je al van, het zit misschien iets complexer in elkaar. Toen heeft de Tweede Kamer daar een aantal vragen over gesteld aan de minister. En toen heeft de minister gezegd, nou, dan laten we doorrekenen door het CVB. Ja, de naam Centraal Planbureau, dat zet veel mensen op het verkeerde been. Oorspronkelijk was het wel de bedoeling dat het CPB zou gaan plannen. Maar vanaf jaar 1 is dat niet het geval geweest. Het is altijd gefocust geweest op analyses van beleid, voorbereiding van beleid. En dat doen we nu nog steeds. Ik ben Paul Besseling. Ik ben tegenwoordig programmaleider zorg. Ik werk hier al sinds 1978. In die tussentijd ben ik wel een paar keer weg geweest. Maar ook weer teruggekomen. Ja, eenvoudig omdat ik het hier erg leuk vind. Het IMF bijvoorbeeld die beveelt alle landen aan om een instituut op te richten zoals het CPB. En dat moet dan een instituut zijn dat net zoals het CPB onafhankelijk is, maar wel met toegang tot de cijfers waar het allemaal om gaat. Wat het CPB doet is, ze maakt economische analyses op allerlei beleidsterreinen. Dat kan gaan van onderwijs, energie tot aan de zorg. Ja, dat is gewoon prachtig om zo'n breed scala aan onderwerpen in beeld te mogen brengen. Ik ben Debbie Danser, ik ben programmaleider onderwijs en ik werk hier sinds september 2003. En op dit moment zitten we midden in de KIK, dat is keuzes en kaarten, doorrekening van de verkiezingsprogramma's. En dan merk je echt dat je in staat bent om programma's naast elkaar te leggen en ja, mensen te helpen om een beter beeld te krijgen van wat doen al die verschillende programma's nou. En vervolgens aan de andere kant ook die beleidsmensen gewoon wat duidelijker aan te geven. Van nou ja, als je dit voorstelt, dan betekent dat dat. Of zet ook de middelen in waar dat moet. En dus je bent zo bezig met vraagstukken die ja, direct spelen. En waar je dan toch probeert door een nuchtere analyse wat scherpte in aan te brengen. En dat maakt het heel mooi. Dus we brengen de literatuur in kaart. We kijken naar de theorie en naar de effecten in andere landen. Vervolgens analyseren we de situatie. Het specifieke vraagstuk waar we op dat moment naar kijken. En we proberen die drie dingen samen te brengen. Tot een uitkomst op de vraag waar we mee gestart zijn. We doen dat voor beleidsmakers, politici en soms gewoon omdat we het belangrijk vinden dat een bepaald onderwerp, economisch onderwerp, beantwoord wordt. Omdat we op dat moment vinden dat dat een punt is wat in de discussie, in de algemene discussies veel speelt. Het mooie van het Centraal Planbureau is dat het een onafhankelijke partij is waar mensen in het algemeen heel veel vertrouwen in hebben. Waardoor je ook die rol kan spelen als een soort scheidsrechter en mensen daarmee een stukje informatie kan geven. Bijvoorbeeld over de verkiezingsprogramma's, hoe die uitpakken voor de verschillende partijen. Je hebt je eigen voorkeuren daarin, maar misschien dat ik toch in de loop der jaren daarin langzamerhand erg getraind bent. Zozeer dat mijn vrouw natuurlijk wel eens vraagt, ja, maar wat vind je er dan zelf van? Wat ik heel leuk vind aan werken bij het Centraal Planbureau is dat je enerzijds met cijfertjes bezig kan zijn. Ja, ik vind cijfertjes heel leuk. Aan de andere kant ben je echt met beleidsrelevante vragen bezig. Je bent echt bezig met de vragen in de politiek en de maatschappij van vandaag. En uiteindelijk doe je het om het Nederlandse beleid een stukje beter te maken. Ja, en dus voor de Nederlanders.